proces van onderzoek naar praktische toepassingen zien we terug bij Hair Science Institute in Maastricht. In deze gespecialiseerde kliniek is een revolutionaire behandelmethode ontwikkeld. De bijzondere techniek is een vooruitgang ten opzichte van reguliere haartransplantatietechnieken. Haarstamceltransplantatie is een nieuwe techniek om haren te vermenigvuldigen. Hoe doen we dat nou? Het haar wordt een zakje. Daar zit het levend weefsel in. Daar zitten ook de haarstamcellen in. Die stamcellen zijn verantwoordelijk voor haargroei. We halen met een hele kleine fijne naald een klein stukje van het haar wordt het zakje weg. En dat zetten we elders weer terug. Dat groeit door tot een nieuw haar. Datgene wat achterblijft, dat groeit ook weer door tot een nieuw haar. Dus we maken eigenlijk van één haar twee haren. Dat is dus eigenlijk wat zo uniek is aan deze techniek. Maar het is ook nog eens pijnloos. Het naaldje dat wij gebruiken om die stamcellen eruit te halen, is maar 0,5 tot 0,6 mm. Dat is nog kleiner dan de naald die gebruikt wordt voor het afnemen van bloed. Dus daarom is het en pijnloos en je hebt geen littekens. Het Hair Science Institute werd in 2005 opgericht. Door samenwerkingsverbanden met universiteiten en academische ziekenhuizen zijn er sinds die tijd veel nieuwe therapieën en behandelmethoden ontwikkeld. Het Hair Science Institute is een kliniek voor haarstamceltransplantatie. We begonnen in Amsterdam en inmiddels hebben wij vestigingen in Maastricht, in Wenen, Londen en sinds oktober 2013 hebben wij een nieuwe vestiging Jakarta, Indonesië. De drijfveer om in Jakarta te beginnen ligt eigenlijk bij de oorsprong van mijn medepartner Dr. Kutgo. Hij is oorspronkelijk geboren. En de toevalligheid deed zich voor dat de Nederlandse overheid een heel mooi subsidietraject heeft lopen met Indonesië. En binnen dat gegeven hebben wij de mogelijkheid aangegrepen om een joint venture aan te gaan met een lokale partner al daar. De service en de kwaliteit binnen Hair Science Institute zijn verstrekkend. Voor de patiënten die bij ons komen is het ontzettend belangrijk dat hetgeen wat wij leveren, nieuwe haartjes, dat die haartjes blijven groeien en niet uitvallen. Ik ben er best wel trots op om te kunnen vertellen dat vanaf de intake tot aan het laatste controle, 12 maanden na de behandeling, dat geschiet door één vast team. Dus diezelfde arts die het advies geeft, doet ook de transplantatie, doet ook de nakontrole en geeft ook adviezen hoe nu verder. Als je nou kijkt naar het cliëntenbestand van het Hair Science Institute, is het heel opvallend te zien dat die cliënten eigenlijk van alle rangen en standen zijn. Wie is nou die gemiddelde man en die gemiddelde vrouw die bij ons voor behandeling komt? Dan zijn het mensen die heel bewust zijn met hun uiterlijk. Die hun uiterlijk eigenlijk zien als een stuk zelfbewustzijn, een stuk zelfverzekerdheid. We zien heel veel mensen die een representatieve functie hebben, binnen grote bedrijven, kleine bedrijven, artiesten, bekende Nederlanders, notarissen, advocaten, noem het maar op. Maar we zien ook die zelfstandige ondernemer. En dat zien we ook bij vrouwen. Die hebben allemaal dezelfde wens. Er langer jong uitzien. Personeel dat nieuw bij ons binnenkomt, beheerst natuurlijk de techniek van ons totaal niet. Je kan hem nergens leren. Alleen bij Hair Science Institute. Dat is ook de reden waarom wij de Hair Science Institute Academy hebben opgezet. Waar we dus nieuwe medewerkers, artsen, verpleegkundigen, zelf opleiden en extern laten certificeren. En wij vinden het ethisch onze morele verplichting ook dat wij mensen met de juiste techniek te werk stellen en alleen pas dan wanneer ze de techniek 100% beheersen. Vandaar dat wij een eigen opleidingsprogramma hebben samengesteld. Hair Science Institute heeft een samenwerkingsverband met het Stuyvenberg Ziekenhuis in Antwerpen. Zij sturen brandwondenpatiënten door die na een eerste fase van genezing in aanmerking komen voor een haarstamceltransplantatie. Ook met OSCARE, de brandwondenorganisatie in België, wordt veel samengewerkt. Het jongste patiëntje van ons, hij is nu inmiddels 10 jaar. Igli is bij ons behandeld. We zijn ermee begonnen op 6-jarige leeftijd. Brandwondenslachtoffertje buiten zijn schuld om. Een bom is op zijn huis gevallen in Albanië waar hij woonde. Dus een vluchteling. Hier terechtgekomen in Antwerpen. Eigenlijk onder de hoede genomen van dokter Cynthia Laverre, want ze behandelt hem kosteloos. En zij heeft ons benaderd eigenlijk om te kijken of wij mogelijkheden hebben om haar patiëntje ook kosteloos te behandelen. Want hij had maar één wens, het krijgen van nieuwe haartjes. En dat is eigenlijk voor Hair Science Institute een reden geweest om een stichting op te zetten, Scarabee Health Foundation, die zich sterk gaat maken voor die patiëntjes die A, zelf deze behandeling niet kunnen betalen, eigenlijk buiten de boot vallen van alle sociale systemen en zelf ook niet de hulp krijgen van zorgverzekeraars. Voor meer informatie over de Scarabee Health Foundation kunt u terecht op de website van het Hair Science Institute www.haasci.com. Als Hair Science Institute is het natuurlijk uitermate interessant
om contacten te krijgen met Belgische universiteitsziekenhuizen, plastisch chirurgen, dermatologen, om zodoende samenwerkingsverbanden op te zetten, waardoor ook mensen vanuit België onze techniek veel beter leren kennen. We merken gewoon dat mensen ons meer en meer weten te vinden. En zo zien we dat in België ook. En dat is voor onze extra drive geweest om te zeggen, wij gaan ons meer en meer focussen op die Belgische markt. Want het is zo kort bij en we spreken dezelfde taal.